Okay, let's go. Hoe duur ben jij? Ah, joh, ik ben er blij mee. Come on. Ja, jongens, welkom weer bij een nieuwe video. Italië is eruit gekikt door Noord-Macedonië voor de kwalificaties voor het WK. Wie had dat nou gedacht? Als je toch op het eindtoernooi in WK speelt, dan heb je een paar landen in je hoofd die gewoon altijd meedoen. En daar is Italië er eentje van natuurlijk. Dus om ze even een hart onder de riem te steken, ga ik een Italiaans team maken met de beste spelers van toen en van nu. We beginnen natuurlijk zoals gewoonlijk op de bank. Daar heb ik El Shaarawy zitten en Raspadori en een paar andere mannetjes. Die Raspadori en El Shaarawy zou ik af en toe eens erin gaan brengen. Ze hebben de 5-star skill moves van El Shaarawy hebben ze afgepakt. The fuck denken ze wel niet dat ze zijn dan. We beginnen natuurlijk op goal, lieve mensen, en dat kan er maar eentje zijn. Hij heeft maar liefst 176 wedstrijden voor Italië gespeeld. Gigi Buffon heeft een informerkaart gekregen voor bij Parma. Hij heeft ook daar weer net zijn contract verlengd. Dan kunnen de hier eigenlijk ook met twee staan, zoals jullie weten. Volgens mij hebben ze bij elkaar 6000 wedstrijden met elkaar gespeeld. Tenminste, zo lijkt het. Chiellini en Bonucci. Volgens mij hebben hun met elkaar meer tijd doorgebracht dan met hun vrouwen. Op de rechtsbackpositie heb ik, naar mijn idee, een van de beste rechtsbacks van het spel. Di Lorenzo, 5-star skill moves. Verschrikkelijk goede stats. Het is echt niet normaal. En hij heeft maar 80k. Ik wou linksachter Sambrotta hebben, maar zoals jullie weten heb ik al weken niks gepakt, dus dat kan ik niet betalen. Florenzi. We zullen spelen in een 4-1-2-1-2, want daar heb ik natuurlijk mijn 14 wins mee gehaald. Een never change winning team. En er kan er natuurlijk maar eentje op 6 staan. Een houthakker, een breker. Als je daar tegenover staat, dan kan je maar beter gaan janken. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan... Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Gattuso. En de volgende is een aanstormend talent, Chiesa. Heerlijke stats. Naast Chiesa hebben wij deze hero staan, Di Natale. Heerlijk spelletje om mee te spelen. Je kan natuurlijk geen Italiaans team maken zonder deze man. Andrea Pirlo. No Pirlo, no fucking party. 5-star skill moves, ik weet niet waar die vandaan heb gekregen, maar... Dan heb ik op 10 denk ik een van de laatste goede spelers die ik gepakt heb. Lorenzo Insigne. Vreselijk lekker dribbelaartje. Ik heb even zijn schotkracht en zijn afmaken geboost, want dat had hij wel even nodig. En dan in de spits, de man waar het allemaal om draait. Maar de legend. Moments fucking Inzaghi. Zo'n speler is nog best bruikbaar geworden. Hij kan nog steeds niet passen alleen, maar je klikt op een rondje met die vent en hij schramt hem erin. En dit is het dan, lieve mensen. Volgens mij Italië. Carlo Ancelotti als de trainer. We laten eens even zien wat winnen is. Godverdomme. Oeh, Art Eriksen. Nice. 94 teamgeest. Di Natale. Oh, hij gaat gelijk weg. Dan ben je niet. Dat zou vet zijn. De eerste rage quit is binnen. Wat een ziek idee. Nou, als dit een voorbode is voor de rest van het weekend, dan teken ik ervoor, hè. Bruh. Die verbinding zag er niet heel best uit. Verbinding. Het gaat ook gewoon heel de tijd nou, kut. Ga gewoon goed. Word goed, man. Alsjeblieft. Alsjeblieft, ga weg. Nee, ik denk het niet. Ja. Ja, dag! Ah, man. Oh, kan... Fucking verbinding. Ga nou het gewoon doen. Ik kan er zo slecht tegen als dat internet het gewoon niet doet. Het kan niet dat je het zo fucking slecht blijft doen. What the fuck? Ik klik in. Ja, dan blijft hij toch hangen. Oh, ik moet hier nou weer een pauze nemen, want anders word ik er gestoord in mijn hoofd. Ja. Fuck toch op, jongen. Dit kan toch niet? En nou, fuck. Oh, het is zo fucking traag allemaal. Ik doe toch al lang... Oké, wegwees hier. Jongen, what the fuck, man? Wat is dit? Waarom heb ik dit nou? Jezus Christus.
Kijk al die kleuren, man. Het lijkt net een fucking tekenplaat. Wat een bal van Inzaghi! Lekker hoor, godzalle! Hij verandert even in Prime Pirlo. Wat ziek idee. Fucking al die aandacht van hem is ook wel goed. Echt. Het blijft zo fucking zielig, jongen. Waarom hebben ze dat gedaan? Ik beweeg Giuliana naar die fucking hoek. Waarom zit hij dan alsnog? Het enigste is die fucking 45. Elke keer zo. Kap daar nou eens mee, man. Oké. Yes, come on! Lekker, Di Natale. Goed afgemaakt. Zo! Oh nee, ik bedoel, Forza. Of zo. Ah, dat is jammer. Godverdomme, ik zag dat al lang van tevoren. Waarom stap je dan zo raar, Pirlo? En dan krijgt hij hem. Godverdomme, ik zat er toch tussen? Oh, come on, lekker. What the fuck, dat hij die nog scoort, jongen. Hij wordt opgevreten door twee man, maar hij krijgt hem er nog door. Fucking Inzaghi. Scudetto is in mijn front, alla capente. Kom op, kom op. Kijk, kijk dan. Pap. Oh, goed afgemaakt. What the fuck? Hij zet een zieke lijke druk, jongen. What the fuck? Ik denk dus dit serieus mijn beste aanval ooit, jongen. Schiet wel weg die bal. Inzaghi wint het wel. Tuurlijk wint Inzaghi het wel. Lekker piepen! Boom! Oh! Come on! Zo? Is dit nou een free win of nee, hè? Ja. Ja. Oh mijn god, dankjewel. Dankjewel. Nee. Nee, ga alsjeblieft niet weg. Nee, kom, kut. Hoe kan die hem misschieten? Ik met die fuck toch op, man. Nee. Ah, nee. Oh, dit meen je niet, jongen. Die keeper opeens zo snel naar die hoek zijn. Dat kan toch niet, mensen? Ah, waarom? Ah, loop het op die kou! Godsamme, dit is zo fucking dom, jongen. Loop naar die graf. Bal, al kan je erbij. Ah, tuurlijk. Godsamme. Gaan we het weekend zo eindigen? Jongens, anders, man. Oh, is. What the fuck? Ik had hem niet eens genomen. What the fuck? Ik had hem niet eens genomen. Wat gebeurde daar? Hé, hey, nou word ik gek, man. What the fuck gebeuren in deze potjes, jongen? Hé, hey, joh. Godverdomme, mensen. Zo valt in één keer heel dat tyfusweekend in duigen. Als je Mbappé player of de man doet, dan heb je echt te veel geld. En die Saint-Maximin. What the fuck? Die is gewoon 4 milli. Je moeder heeft je echt op je hoofd laten vallen als je dit doet, jongen.
What the fuck, man? Ja, dan gewoon een mislukte infuusbuisbaby die gewoon... Oh mijn god, jongen. Mijn baby team of the year. Fucking hell. Opstaan in Zaki. Fucking hell. Dus, kom! Kom op, jongen. Lekker, man. Kom op. Het is gaan winnen. Rustig blijven. Kom op. Fucking hell. Ik wou dat die middenvelder er één druk ging doen. Word hem dan. Hij wordt weer niet degene die ik wil worden. Kom op, rustig blijven. Fuck! Word Katusha! Wow. Hey, ik word... Fuck man, dit gaat niet goed man. Dit gaat niet goed. Waarom mag ik niet Katusha heet het worden? Wat nou? Niet zo fucking negatief doen man. Nee. Ik word gek hier. Hij mag er gewoon weer doorheen lopen. Waarom mag hij er doorheen lopen? Dus, fuck jou, jongen. Yes, jongen. Kom op. Wauw. Nee. Niet zo. Oh mijn god, ik neem hem. Ik heb hem niet genomen. What the fuck ga je nou... Dit meen je niet. Even serieus, hier word ik wel echt droevig van, man. Yes, come on! Lekker! 105e minuut! Fuck jou, jongen! Oh. Fuck! Yes. Ik denk dat hij nog een keer op je gaat. Nou wat hij wel is. Kak. Fuck! Nee! Yes! Godverdomme man. Ha, dit kan toch niet jongens. Ik word er zo scheidziek van. Kom op, laat me dan wat goed spekken alsjeblieft. Wie is dat? Robertson! Oh nice! Die is nog wel wat waard denk ik. Oké, come on!
Lekker. Oh, ik weet niet hoeveel die waard is, maar... Nou ja, de pakketjes worden iets beter, want we pakken wel in ieder geval iets weer. Dus dat is wel mooi. Meisje, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat ik jullie weer zie in de volgende video. Ciao, adios. Doei.